En kinderen in Utrecht laten hun zelfgemaakte films in de bioscoop zien. Dit is het Jeugdjournaal van woensdag 2 oktober. Basisscholieren in Utrecht, jongens en meisjes, deden mee aan een groot filmproject. Ze maakten zelf een film en vanmorgen was de première daarvan. Als echte sterren komen de kinderen de bioscoop binnen. Vandaag zijn ze regisseurs, scriptschrijvers en acteurs. Dat je jezelf gewoon op zo'n bioscoopscherm kan zien. Dat is leuk. We hebben heel veel lol gemaakt om een film te maken. Die film heb ik ook geschreven, zeg maar. En om hem nu te zien hier vind ik wel heel leuk. Na een paar weken was het huis helemaal mooi geworden. De scholen doen mee aan een project van UNICEF. Elke klas heeft een film gemaakt over kinderrechten. In totaal zijn er zo'n 400 creatieve en originele filmpjes ingestuurd. Per regio wordt de beste gekozen en die gaat door naar de landelijke finale. We nemen nu meteen de trein. En zo gaat een groepje kinderen naar de regering in Den Haag. De jury, bestaande uit actrices, een regisseur en iemand van UNICEF, kiest vandaag de beste Utrechtse film. Ja, het is ontzettend leuk om een film te maken. En dat zie je ook aan al die filmpjes af, omdat de kinderen zo enthousiast bezig zijn om te spelen ook. Elke film heeft dus iets te maken met een kinderrecht. Ik ben verliefd op Stella. Dat is toch juist leuk? Dat is helemaal niet erg hoor. Zijtje? Stella? Eeuw, godverdamme, een lesbo. De artsen denken dat het gezin te veel ruzie maakt omdat ze te veel energie hebben en laat het gezin daarom rondjes rennen. 3, 2, 1, go! Zodat ze te moe worden om boos te worden. Morgen is Iptisam jarig, mag ik een cadeautje voor haar kopen? Nee, dat mag niet. Je mag niet met hun omgaan. Waarom niet? Wij geloven in de maan, hun in de zon. Wat belachelijk, iedereen speelt samen. We zijn gewoon kinderen. Oh, ze komen van ons! Rennen! Uiteindelijk kiest de jury voor de film van basisschool De Fakkel. Om mee te mogen doen met de groep, moeten ze eerst voor een toelatingscommissie verschijnen en een paspoort zien te bemachtigen. Wat heb je daar onder je neus zitten? Een snor. Waarom schreeuwen jullie hem niet af? Gewoon niet. Deze was toch het meest origineel en het meest compleet. Het was heel erg creatief. Het was heel erg goed bedacht.